Hallo, mijn naam is Jacqueline en ik ben coördinator bij de leukste stichting van Dordrecht, namelijk Netwerk Dordtse Helden. Met onze jonge en enthousiaste team verbinden wij jongeren tussen de 14 en 30 jaar oud aan vrijwilligerswerk in Dordrecht. Deze jongeren zijn onze helden. Zij staan klaar voor mensen in een kwetsbare positie die niet terug kunnen vallen op familie en vrienden. Onze helden brengen gezelligheid, knappen tuinen op of gaan aan de slag bij een maatschappelijke organisatie in Dordt. Waarom wij onmisbaar zijn in Dordrecht? Jongeren zijn de toekomst. En als zij op jonge leeftijd al een positieve ervaring opdoen met vrijwilligerswerk, is de kans groot dat ze het later vaker zullen doen. En dat hebben we nodig om zo polarisatie en eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van jongeren door middel van onze gratis workshops en kunnen jongeren ook hun eigen sociale netwerk uitbreiden tijdens onze heldenborrels. Onze stichting is altijd in beweging en speelt in op relevante maatschappelijke problemen in de stad. Wij zijn flexibel, inclusief en wij maken Dordrecht elke dag weer een stukje mooier.